What's Gucci mensen? Ja! Wie heb hier voor een gloednieuwe video? Nou, mensen, jullie hebben het gezien. In de vorige aflevering hebben jullie echt laten zien dat de Pop de Balloon van Wiedeb nog steeds gewild is. Dan geef ik jullie een andere episode van een Pop de Balloon. Jullie kennen het. We hebben dames ready. We hebben boys ready. Vergeet mij niet te volgen. Op elke social media platform. Iedereen zijn gegevens is beneden. Ik kon niet te veel praten. Ik heb maar één doel. Dat is een match. Dus... Oké, nou, jullie kennen mijn favoriete zin. Die dames mogen komen. Kom maar hier staan. Mooi, sluit je aan. Geef elkaar ruimte natuurlijk. Okay, nou, jullie zien het. We gaan snel een introductie doen. Dus let's get on to it. Vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat zoek jij in een man? Mijn naam is Romy Indy, ik ben 25 jaar oud, ik ben een pornoactrice en wat ik in een man of een vrouw zoek is donker haar, donkere ogen, langer als mij als het een man is, zorgzaam en ja, ondernemend. Je zei off-vrouw? Ja, ik ben bi. Duidelijke taal. En qua eigenschappen, wat zoek je in een man of vrouw? Ja, lief, zorgzaam, ondernemend, vind ik wel belangrijk. Grappig. Je moet grappig zijn. Ja, zeker. Duidelijk. Bij jou? Nou hoi, mijn naam is Haley, ik ben 23, kom uit Rotterdam. Wat ik zoek in een man of vrouw, eigenlijk iemand die loyaal aan me is, gentleman, zorgzaam, goed eruit ziet en weet wat hij wilt in zijn toekomst. Mooi. Peel? Hoi, ik ben Amira, ik ben 21, ik ben model, kickboxer en ik ben artiest. Die joke wordt echt oud, man. Sorry. Oké, ga door. Nee, is niet erg. Wat moet ik zeggen, mijn type is? Ja, nee, wat zoek je in een man? Eerlijkheid. En dat hij niet vreemd op mij gaat. Dat eigenlijk. En ik ben ook bi. En bij hetzelfde geldt voor dames, eigenlijk. Ja. Oké, dus jullie kunnen me zeggen, dan kan ik ook een paar dames regelen, man. Jullie zeggen, what's going on? Oké, vertel. Mijn naam is Isabella, ik ben 21, ik kom uit Almere. Ik ga gewoon naar school en ik werk. Qua jongens, ja, ik val op alles qua uiterlijk, maar verder gewoon een lieve en grappige man. Oké, dames zullen lachen. Vertel. Hallo, ik ben Maxine, ik ben 18 jaar oud. Ik kom uit Amsterdam en ik zoek een jonge man met heel lang haar. Die ook me laat lachen. Wat is heel lang? Tot met hier, of like hier. Je wordt een Sebastian eigenlijk, die kan surfen. Nee, ik hou niet van surfer. Gewoon iemand die dakloze man een beetje eruit ziet. Duidelijk. Oké, nou. De eerste guy mag komen. Kom maar hier staan. Ja, die ballon pop wordt nooit... Ik raak er nooit relaxed van. Vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat zoek jij in een vrouw? Ik ben Icy, ik ben 26 jaar. En in het dagelijks leven doe ik horeca in de keuken als hulpkok. Ik ben chef eigenlijk? Nou, geen chef, hulpkok meer. Oké, heb je ambities om chef te worden? Ik heb ambities om verschillende dingen te doen. Ik heb verschillende doelen voor ogen. Maar voor nu, dat is allemaal privé. Oké, en wat zoek je in een vrouw? In een vrouw sowieso loyaal, zelfrespect en respect, wederzijdse respect naar de man toe. Dat is heel belangrijk. Ja, oké. Okay. Is komisch? Nee, want hij zei zelfrespect, maar de meeste mannen zeggen toch altijd. Oké, okay, we houden hem even daar. We gaan even kijken waarom ze gepopt. Loop even mee. Ja. Jullie mogen aanhouden. Vertel, waarom heb je gepopt? Ja, als ik gewoon eerlijk ben... Ik vind je krullen niet heel mooi en ik vind je tattoos niet mooi. Maar voor de rest zie je wel gewoon uit als een verzorgde jongen. Okay. Dus ja, dat is gewoon mijn reden. Je bent ook niet helemaal mijn type. Ja, en wat is wel je type dan? Light skin. Wat iets donkerder. Nee, ja, maar iets donkerder. Ik ben precies light skin. Oké. Ja. Oké, is jij wel jouw type? Zonder het make-up zoveel wel. Zoveel make-up heb ik niet op hoor. Ik kan ook overdrijven. Nee, ik overdrijf niet. Ik overdrijf wel. Ja. Ik zie wat ik nu zie en dat is gewoon te veel make-up. Dus dat is mijn mening. Okay. Je krullen zijn mooi, kleding. Ja, prima. Hey. Okay. Maar je moet ook tegen kritiek. Ja, is goed, prima. Toch? Okay. Maar daar kun je niet tegen. Jawel.
Dat is klaar, toch? Maar jij geeft jouw mening? Ja, maar ik hoef toch niet verder iets tegen jou te zeggen. Jij geeft jouw mening, ik geef mijn mening. Oké, nu zijn maar vuren of zo. Ik wil niemand vuren. Okay. Ik denk dat het best duidelijk is. Ja. Ik vraag gewoon... Oké, ik zeg alleen wat ik mooi aan jou vind, toch? Actie, reactie, ja. Laat hem praten, joh. Beter. Let the man talk, let the man talk. Ik heb je gehoord. Gaan we naar de volgende? Ja. Oké. Volwassen. Waarom heb je gepopt? Zijn tattoos zijn gewoon niet helemaal mijn ding. Oké. Dat kan. En zijn kledingstijl ook niet echt. Nee. Vind je niks? Nee. Oké. Dat is gewoon niet mijn type. Wat is wel jouw type qua kledingstijl en tattoo? Ik hou meer van mannen die wel gewoon een beetje netjes gekleed zijn. Wel gewoon niet echt joggingsbroek of zo. Dat, ja, sowieso. Dus niet. Dit vind je niet netjes? Nee, okay. Sorry. Het lijkt echt of je onderweg bent naar de sportschool. Oké. maar en zijn tattoos, ja, nee, is gewoon. Ik hou daar ook niet echt van. Eén tattoo of zo kan ik wel hebben, maar helemaal vol. Je wil niet van sleeves? Nee, vind ik niet mooi. Oké. Niet mijn ding. Ieders type is, zei wel heel type? Nee. Qua kledingstijl sowieso niet, maar dat boeit me eigenlijk niet eens, kledingstijl. Ja. Het gaat voor mij gewoon om de persoon en wat ik zie. En dat is je gezicht vooral, of je een beetje sportief eruit ziet. En dat, nee, je bent niet mijn type. Ik val wel op zwart haar, krullen vooral, maar het liefst light skin. In ieder geval iets exotisch wel. Ik weet niet waar je zelf vandaan komt. Ik kom van Suriname en Indonesië, maar goed. Oké. Duidelijke taal, schuif aan. Zeker. Waarom heb jij gepopt? Mag ik je haarlijn een beetje zien? Haarlijn? Ja. Ik ben meer, misschien ben je een beetje te oud voor mij. En ik vind het leuk wanneer mensen echt lang haar hebben. Okay, en dat ik okay. zie dat en niet echt erg. Hoe oud ben je zelf? Ik ben 18. 18, ja oké. Ik ben 26, ja. Dus... Ik denk niet dat het... Nee, een beetje aan de jonge kant inderdaad. Ben je meer voor oudere vrouwen dan? In principe, ik val wel op volwassene vrouwen. Maar ouder wil niet zeggen volwassen. En daar heb ik ook de ervaring in. Dat ze niet per se volwassener zijn dan jongere vrouwen. Ja. Of dames. Oké. Okay. Dus je popt met zijn haar niet tot ze schouder komt. Heel jammer. Dus daaraan pop je juist? Ja. Je wil liever een Jezus, zeg maar, om het zo even te zeggen. Ja, je heeft lang haar, toch? Ja. Oké. Ben je gelovig? Ik ben gelovig, zeker. Dan kan in zijn haar toch wel uitgroeien tot een... Ja? Zou je dat doen? Zou ik dat doen? Ja, zou je haar heel lang laten? Nee. Zeker niet. Ik hoef niet op een vrouw te lijken. Dat, Nee, dat lang haar is toch niet dat je op een vrouw lijkt? Lang haar, misschien hier... Een beetje kort, een bob? Iets langer, maar dat meer ook niet. Oké. Okay. Nee. Dus en dat zou ik sowieso voor een vrouw ook niet doen, eigenlijk. Nee. Je blijft jezelf. Ik blijf mezelf, dat is het belangrijkste. Nee, dan houden we hem overal. Ja. Behalve je. Oké, kom naar achter. Je wilde wat zeggen? Ja, maar je zegt lange haar, dit, dat. Maar jongens hebben toch ook sommige jongens rasta en zo. Ja, vind je dat dan ook vrouwelijk? Nee. Ja. Nee, maar dat is maar anders. Dat is, ook lang, dat is helemaal niet dat anders. Is lang, dat is ook lang haar. Lang haar, maar dat is toch op een andere manier. Oké. Okay. Dat wil ik even gezegd hebben. Ja, toch? Ja. Dat heb je gezegd. Waarom heb jij gepopt? Oh, ik word trouwens... Ja? Wat was jouw afkomst? Want volgens mij... Ik ben Marokkaans en ik ben half Surinaams. Marokkaans, half Surinaams. Oké. Ja. Waarom heb jij gepopt? Ik hoorde wat zijn type was. Ik ben niet exotisch, ik ben Nederlands. Dat is, ja. En blond haar, hij zei donker haar, krullen. Dus ja, valt er niet in. Is het... Ik hoor wat je zegt. Je hebt hele mooie ogen. Dank je wel. Buiten alles. Ik hoor wat je zegt. Mijn ex, die was ook gewoon Nederlands. Mm-hmm. Alleen wel met een tintje, met een karamel tintje. Dus niet ja, van de zonnebank. Maar, nee, okay, maar daar gaat mijn voorkeur naar uit. Dus stop in principe ik. Gaat het gewoon van hoe denkt iemand, hoe staat iemand in het leven. Mm-hmm. Zoals ik al zei, zelfrespect, respect naar de ander en loyaal. En wat bedoel je precies met zelfrespect? Zelfrespect. Ja. Niet als hoer of slet of wat dan ook. Gedragen, kleden. There you go. Gewoon bedekt, beetje netjes, gewoon... Zou je dat anders kunnen verwoorden? Hoe bedoel je? In plaats van hoer of slet? Ja, ik zeg... Ik vind het nogal denigerend. Denigerend? Ja. Ja, ik zie het gewoon... Nou, ik zie het niet. Het is gewoon als hoer of slet. Hoe je kleedt, daar hou ik niet van. Dat is sletterig, ja. Degene gewoon zelf bepalen, toch? Ja. Je bent niet haar vader of haar moeder, toch? Je kan zeker niet. En ieder moet dat voor zichzelf vind weten. Ik. Yes, klopt. Ja, klopt. Ieder moet
dat voor zichzelf weten. Maar ik hoef je niet zo grof te zeggen, toch? Grof? Ja. Vind je dit dan grof? Een beetje wel. Behoorlijk. Oh nee, hoer of slet. Oh nee, ik vind het, niet grof. Je belegt een bepaalde kledingstijl nog wel. Je legt er een zware nadruk op neer. Je bedoelt pornoactrice. Maar omdat jij hier zo... jouw wenkie zo... Maar dat kun je vinden, maar ik kan dat... Ja, maar dat zeg ik toch ook niet, hè? Maar je moet eerlijk jouw mening geven. Oké, kijk, sowieso heeft dit gesprek geen inhoud. Je moet je eerlijke mening geven, toch? Kom maar naar achter. Je bedoelt... Hij bedoelt natuurlijk pornoactrice, toch? Ja. Ja. Want dat woord, ik begrijp het, is wel een beetje heftig. Is het echt zo heftig? Voor hun? Ik ben pornoactrice, ja. Misschien dus dat het is echt denigrerend. Nee, maar het is sowieso in deze hele wereld is het gewoon denigrerend om tegen een vrouw te zeggen: je kleed je als een hoer of een slet. Het is echt denigrerend. Dan hoe zou je het kunnen verwoorden? Want ik wil ook hieruit leren. Ja, je kan zeggen van: hè, het is niet mijn ding. Dat kan je gewoon zeggen. Je kan zeggen van: nou, ik vind het net iets te revealing. Je showt te veel voor mijn mening. Te bloot. Te bloot. Wat ik zeg, ja, oké, maar wat ik zeg toch? Je benadrukt net en ik vroeg je dus daarom ook: kan je het anders verwoorden? Ja. Je zegt hoer of slet, dat is denigrerend. Mm-hmm. En dat is wat ik jou mee wil. Ja, ik snap wat je bedoelt. Je hoeft mij niks mee te geven, maar ik snap wat je bedoelt. Duidelijk, van iedereen kunnen we natuurlijk leren. Ja, toch? Waarom ben je gepoppeld? Je had je ballon de hele tijd. Ja, totdat die hoer of slet zei. Ja, je weet natuurlijk wat voor baan ik heb. Ja, pas niet helemaal nee, in straatje. Nee, dat zou sowieso niet mijn ding zijn geweest. Maar, buiten dat, als je dat werk niet deed, dan was je wel het type geweest waarvan ik... Ja, waar ik op val. Maar dat krullen, is light skin. Maar dat is als inderdaad. Oké, dus wie eigenlijk is hier wel je type? Ja, deze dame en die dame. Dus. Zonder de make-up. En deze dame qua ogen. En kijk, het is niet, ik schrijf Nederlandse dames of blankere dames helemaal af. Nee, zeker niet. Ja. Nogmaals, het is wat ze hier hebben en hier. Maar nu daar heb je gehoord dat ze ook porno doet, dan kap je dan helemaal af. Ja, precies. Maar zou je niet hier willen proberen? Want die make-up is niet zo... Ik vind het echt meevallen, ik zeg je eerlijk. Maar ja, je bent ook niet helemaal mijn type. Nee, precies. Dus maakt niet uit. Niet, maar ik neem het wel als compliment, dankjewel. Ja, dan houden we hem hier. Is goed, broeder. Ik heb geen match voor je kunnen vinden. Misschien de volgende keer. Ja, zeker. Dankjewel sowieso voor het komen. Dames, ook bedankt dat jullie hier zijn. En succes met het vinden van jullie volgende match. Ja, man. Voor de eerste iemand. Dankjewel, man. Ja, toch, dankjewel, man. Is goed, rustig. Yes. Oké. Okay. Nou, dat was dat. De volgende guy mag komen. Nee, niet poppen. Kijk wat die man binnen heeft. God damn it. Oké, vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat zoek jij in een vrouw? Ik ben SB, ik ben 20 jaar oud en ik zoek gewoon een loyale vrouw die een beetje soort van verslaafd aan mij is. Weet je toch? Ja, man. Ze moet obsessief met jou zijn. Ja, man, zeker. Ben jij daar ook obsessief met haar? Alsjeblieft, ho. Als ik het zie van haar, dan zeker. Ja, jullie papa met die... Oh. Oké, ik zou heel graag willen zeggen, je hebt ballonnen over, maar dat is in dit geval niet. Laten we gaan kijken waarom ze hebben gepopt. Ik ben echt benieuwd. Ja? Ja, waarom heb jij gepopt? Hij is wel een knappe jongen, maar hij is iets te slank voor mij. Ik ben zelf best wel breed. Mm-hmm. Ik zou me dan een beetje ongemakkelijk voelen als ik breder ben dan die guy. Ja. Dat is de enige reden? Ja. Is zij het type? Ja, is leuke krullen. Dankjewel. Oké. Nou, vertel, waarom heb jij gepopt? Ja, ik doe het gewoon netjes, maar ik fok niet echt met de outfit, met de baard ook niet echt. Ik weet niet, het is niet mijn ding. Ja, dat is ook niet echt mijn type hoor, ik zeg eerlijk. Wat is wel je type? Ja, ik hou van bruin, krullen, getint. Een beetje kort. Dus? Ja, of. Maar we komen daar, relax. Oké, vertel, waarom heb jij gepopt? Ik val op krullen, je hebt geen krullen. Nee. Ja. Helaas. Maar hij is wel getint. Ja, hij heeft wel een leuk kleurtje. Je bent niet lelijk of zo, maar hij heeft gewoon stijl haar en ik vind dat dat is niet mijn type. Je wil specifiek krullen? Ja, krullen. Light skin, mooie ogen. Zoiets in die richting. Is zij het type? Dat zou kunnen, zeker. Deze guy heeft gewoon twee types laten gaan omdat jullie...
Kachel. Nee, het doet me pijn toch? Oké, is goed. Dankjewel. Oké, vertel. Waarom heb jij gepopt? Zijn outfit is haar. Is niet echt mijn ding, maar ik dacht van, daar kan je nog wel wat aan doen. Maar toen hij zei van, ik wil dat ze obsessief met me is, dat klinkt wel een beetje toxic. En ik hou niet echt van toxic. Maar hij is ook, maar dan, oh, hij is dan vanzelf. Ik stress. Mensen, sorry. Hij is dan ook obsessief met jou. Klinkt alsnog eens toxic. Je hoort niet, ja, je hoort wel om elkaar te geven, maar niet helemaal obsessief met elkaar te zijn. Je hoort wel nog een leven daarnaast te hebben. Ja, iedereen is het ding toch? Is zij je type? Nee, niet echt. Waarom niet? Wat maakt haar niet jouw type? Nou, ook gewoon die kleding, een beetje. Wat is er mis mee? Ik hou niet van dit, man. Wat is dit? Dat rokje misschien. Zou jij het beter kunnen stylen? Zou kunnen. Dus we hebben stylist 1, stylist 2. Jullie kunnen elkaar kleden. Dat is toch een goede match? Maar dan is je alsnog een beetje toxic, zoals het klinkt. Ik hou daar niet van. Ja. Ik zag jij net beven. Ben je zenuwachtig? Ja, heel erg. Nee, maar het is meer die tas. Ik dacht, ik vind je wel heel mooi. Hè? Maar het is gewoon die tas kan ik niet overheen komen. Wat is met die tas? Het is een Gucci tas. Ja. Het is een Gucci tas? Ik ben niet echt een fan van Gucci. Waar ben je een fan van? Chanel. Chanel is niet echt een mannetas. Maar oké, kijk. Dus jij zou hem ook beter kunnen stylen? Ik denk van wel. Ik vind je baard heel leuk. Je haar is heel goed. Maar ik denk, ik vind die tas gewoon niet te doen. Dus je popt je ballon omdat deze man een Gucci tas aan heeft? Ja. En als hij hem afdoet? Oké, doet. Sorry, kan je hem alsjeblieft afdoen? Alsjeblieft, als je wil natuurlijk. Ik wil even wat zien. Kan je ogen even dicht doen? Ja, mag ik hem houden? Ga hem nakken, hè? Open. Ja, ik vind het wel beter zonder die Gucci-tas. Oké, dus zou jij je Gucci-tas thuis laten voor haar? Nee, hoezo? Ja, nee, ik ben ook niet echt, heel gekleurd of heb krullend haar. Dus ik denk niet dat ik zijn type ben. Ja, dat bepaalt hij natuurlijk. Is zij het type? Nee. Oké. Wat maakt haar niet jouw type? Niet mijn kleur. Niet de juiste haar die ik echt precies wil. De kledingstijl is ook niet echt mijn ding. Ja. Alleen dat eigenlijk. Je moet niet maar zijn Gucci tas. Alsjeblieft, het is best wel zwaar. Wat heb je erin? Genoeg. Hahaha, yo! Kom naar achter. Nee, dus als het, voor de duidelijkheid, de enige persoon die jouw type is, is daar met Grijs en Romy. Dat zou kunnen. Het zou kunnen. Is Grijs? Lichtblauw met Grijs. Ja, ik zie Grijs, man. Ja. Ja, het zou kunnen. Het zou kunnen. Oh. Maar dames, wil u echt niet? Nee. Ik ben te breed, ja. Ga niet. Maar je kan gymmen, toch? Ja, ik denk dat gewoon lichaamsbouw is. Ik val zeg maar op iets wat voller. Achter. Maar hij kan natuurlijk aankomen. Hoe oud ben je? Maar ja, ik ga toch niet iemand veranderen. Ik word 26, hè. Ja. Je hebt gelijk. Ja. Oké, ik denk dat ik echt alles eruit heb kunnen squeezen, maar ik heb niks voor je gevonden, broeder. Misschien de volgende keer. Ja, toch. Dankjewel, man. Rustig, man. Rustig. Jullie dames zijn best wel. Oh! Ja, best wel, man. Oké, nou. Hopelijk gaat dit goed. De volgende guy mag komen. Kom maar hier staan. Oké, broeder, gelukkig. Je hebt nog drie ballonnen over. Vertel. Ja. Wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat zoek jij in een vrouw? Ja, ik ben 24 jaar oud. Ik kom uit Haarlem. Ja, meestal werk ik. Waar werk je? Ik ben een automonteur. Auto. Ja. Wat is dat? Automonteur. Oké. Ja. Ja, en sporten. Dat is het. Ja. Wat zoek jij in een vrouw? Wat ik in een vrouw zoek, ja. Ze moet gewoon lief, eerlijk zijn. Dat is het. Ben je eerlijk? Ja, zeker. Je lacht, hè? Oké. Laten we gaan kijken waarom hun hebben gepopt. Ja, is goed. Jullie mogen het aanhouden. Alsjeblieft, kom op mee.
Vertel, waarom ben je gepopt dan? Ik vind je broek wel echt heel erg skinny. Skinny? Ja, hij is heel strak. Hij is heel strak, joh. Klopt. Ja, het is niet echt, ja, niet is echt mijn ding. Style. Ja, niet echt mijn ding. Maar ja, niet helemaal niet mijn ding. Ik ben een beetje gebroken, maar... Maar ja, dat zie ik. Ja, nou, die van jou ook. Oh ja, maar minder dan die van jou. Nou, hij is wel meer skinny. Ja, ja, dat wel. Ja. Is zij het type? Nee man, ik ben niet. Waarom niet? Qua uiterlijk hoor, we kijken niet naar vis, want dit is geen blind date based of vis. Ze pop de balloon op uiterlijk. Ah, ja. Ja, mijn type, oké, mijn voorkeur zou ik het zo gaan zeggen, zijn blondjes. Een voorkeur zou ik. Voorkeur? God damn it! Oké, dus zij. Ik zei voorkeur, ik zeg het nogmaals, ik zei een voorkeur alleen. Oké, dus zij in elk geval niet. Nee, zij niet. En de kledingstijl ook helemaal niet. Nee. Duidelijk. Nou, dit is een blonde dame. Vertel, waarom heb jij gepopt? Ja, ik fok echt niet met broeken met gaten die zo strak zijn. Laat je benen luchten. En ja, sowieso. Ik weet niet, man. Nee, niet mijn type. Nee. Dus jij... Wat is er mis met mijn broek? Schat, ja, het is mijn persoonlijke ding. Ik kan daar gewoon echt niks mee. Elke keer als ik mannen met gaten in de broek, ik vind dat zo aso. Ik hou daar echt niet van. Ik kan zo niet met je op straat lopen. Ah, ja, ja. Is, ja, dat zijn meningen. Ja. En dit is mijn stijl, ja. Ja, ja, is jouw stijl inderdaad. Maar laat je benen luchten, alsjeblieft, schat. Nee. Je hebt ook skinny aan, maar het hoort niet voor een man te zijn. Dat... Het hoort echt niet voor een man. Nee, nee. Oké, dus hij zou een baggy broek eerder moeten... Je weet toch, je hebt iets tussen baggy en skinny jeans in. Gewoon een regular fit. Okay. Ja? Dat zou nog goed zijn. Dat is een aanrader voor de meeste mannen. Ja. Heb je regular fit broeken thuis? Ja. Hé, hey, dat is kans. Nee. Wat heb je wel? Nee, maar dit is gewoon één ding wat ik moest... Ja, ik noem even één ding op wat gelijk me als eerst opvalt. En de rest, is, ja, je bent, lijkt me een aardige jongen, maar... Alleen door dit heb ik direct... Het is uiterlijk, toch? Oké, okay, nou, oordeel ik alleen over uiterlijk. Dan is dit gewoon niet mijn type. Maar hij lijkt me een lieve guy, doe. Hij lijkt me alleen niet zo intelligent. Dan houden we hem daar. Oké. Okay. Wat vind je daarvan? Ja, is haar mening. Ja. Ik ga... Je bent heel kalm, hè? Ja, zeker. Just a chill guy. Ja, gewoon erbij, toch? Oké, wat? Nee, jij. Waarom heb je gepopt? Ik ben niet blond. Maar ik zei, dat is mijn voorkeur. Ja, en... Dus hij moest meteen zeggen, ik wil een dame met een roze trui, zwaar haar. Maar, ja, en ook gewoon... Zijn gezicht is niet helemaal mijn... Waar ik op val. Oh. Wat zoek je? Wat zoek je? Ja, waar val je? Waarop val je? Ik val op alle kleuren en zo, maar... Ik vind hem niet echt aantrekkelijk, sorry. Wat maakt hem niet aantrekkelijk? Ben je echt ook eerlijk gezegd? Ik denk, ja, hij zelf. Ik vind zijn neus niet echt... ja, sorry. En zijn wangen lijken een beetje... Zijn gezicht is gewoon een beetje bol. En, ja. Sorry, ik vind het gewoon niet echt mooi. Niks klopt voor jou? Nee, sorry. Is zij het type? Nee man, haar kledingstijl ook niet. Alsof ze naar een schoolreis gaat. Het is zo. Oké. Okay. Is dat de enige reden waarom zij niet je type is? Ja. Ja, zij is helemaal niet mijn type. Qua, ja. Uiterlijk ook. Uiterlijk. Ja. Oké, okay. Kom maar naar hier. Waarom heb jij gepopt? Ja, ik ben niet blond. Dat is mijn voorkeur. En volgens mij zag ik jou vorige keer ook bij. Ja, op de klopt. Ja, toen had ik ook gepopt. Anders staat het al heel raar als ik nou wel doe. Jullie kennen elkaar? Ja, we hebben elkaar al gepopt. Duidelijk. Ja. Eén ballon is over. Waarom heb je niet gepopt? Oké, ik heb 3 vragen voor jou. Ja, heb je assie gerookt? Nee. Dat weet je zeker? Ja, ik rook geen as. Oké, je kijkt een beetje stoned of zo. Hij is een chill guy. Oké, ik dacht ik ga gewoon een keertje kijken, niet naar uiterlijk. Is goed. Oké, wat vind je leuk om te doen op een dag? Hoe voel jij je dag in? Ja, ik werk, ik sport, ik ga uit met mijn vrienden, chillen. Oké, maar je gaat uit? Ja, niet elke dag. Wow! Nee, man. Kom op mijn nek. Ik ga niet elke dag uit. Nee, man. Korte metten. Ik drink ook niet.
Drink ook niet? Nee, ik drink ook niet. Ik ook niet? Nee, maar je gaat wel uit en zo. Je... Af en toe, nee, dat hoort er toch bij? Nee, man. Dus ik moet gewoon thuis blijven de hele dag? Voor de tv? Ja. Ja, wat moet je? Nee. Maar je bent wel schattig. Ewa, ik heb mijn ballon gehouden. Ik ging gewoon kijken hoe jij was, maar het is niet voor mij. Je mag je ballon wel terugkrijgen? Nee, hoeft niet. Nee? Nee. Zeker wel. Is duidelijk. Oké, okay, ja. Goed. Is je pap om met je uitgaan? Nee, ik hou niet van boys de hele dag in club hangen, dit, dat. Maar ik hang ook niet de hele dag in de club. Is dat het enige, het tweede wat je zei was uitgaan? Werken, sporten en af en toe uitgaan. Dat zei ik. Wat is af en toe? Hoeveel keer in de maand of in een week? Ja, elke weekend. Ja. Niet elke weekend dan. Waar ga je uit? Lekker. Ja, met mijn mat is gewoon naar een lounge, naar een restaurant, maar nee, naar een club. Laat maar doen. Ja, dus club, wat wil je eigenlijk? Wat zoek je een boy dat hij thuis gaat zitten voor de tv? Dat is wel beter. Nee, gewoon. Wat gaat hij nemen? Ja, wat nee? Dat zoek je niet. Ik vind gewoon niet dat mijn vriendje of gewoon überhaupt de persoon met wie ik ga, ja, maar dat hij. Ik ben wel single, schat. Dat mooi. Dat wil zeggen, wanneer je een vriendin hebt, dat alles stopt. Ja, dat valt wel te bespreken, toch? Nee, het valt te bespreken. Nee. Flexibel. Ik weet genoeg. Nou, dan gaan we de muur niet meer breken met onze handjes. Ik heb geen match voor jou kunnen vinden. Wie hier is wel je type eigenlijk? Mijn type? Ja, wees me aan. Ja, eigenlijk allebei een beetje. Ja. Vallen wel in de smaak vandaag. Ja, yeah. Bingo. Oké. Okay. Nee, helaas broeder. Misschien de volgende keer. Ja, ik hoop het. Ik hoop het, maar je had echt hoop bij deze, hè? Ja. Oh. Maar ik heb jou echt kans gegeven, ik heb jou echt aangehoord. Ja, maar ik hoef gewoon geen boy die in de club en zo is. Maar het is gewoon wel te bespreken. Nee. Nee. Ja. Is goed zo. Nee, is ook goed. Nee, is goed. Dankjewel, broeder. Okay, next time. Broer. De volgende guy mag komen. Hou je ballon, dames, alsjeblieft. Hey, sorry. Oké. Boos. Wat gebeurt er? Oké, vertel, wat is je naam? Wat doe jij in het dagelijks leven? Wat zoek je in een vrouw? Ik ben Nasco. Ik zoek... zoek niet echt iets in een vrouw. Kom hier voor de lol. Ja, jullie hebben gelijk, man. Jullie hebben gelijk. Kom hier voor de lol. Dus... Je pak maar op straat, zeg maar. Ik kijk wat hier... Nee, maar over het algemeen, wat zoek jij in een vrouw? Ik zoek een vrouw. Ja. Ik zoek gewoon... Ik zoek niet veel, weet je toch? Ik kom hier gewoon voor de lol. Nee, niet hier, maar over het algemeen. Algemeen? Ja. Ook niet heel veel. Ik kom gewoon voor de lol. Dus overal ben je... Ik ben gewoon voor de lol. Overal ben je er voor de lol? Ik ben overal voor de lol. Dus je bent een lollige guy? Ja, lollige jong. Oké. Daarom heeft iedereen zijn ballon heel lollig gepop. Dus dan gaan we kijken waarom ze hebben gepop. Loop even mee. Ja. Vertel, waarom ben je gepop? Ja, hij is niet knap. Wat maakt hem niet knap? Ja, alles. Alles? Alles, sorry. Ja, nee. Niet mijn type. En je komt ook niet heel intelligent over. Intelligent, hè? Ja. Nou, wel intelligenter als jou, ja. Ja, ja. Dan. Ja, dat weet ik wel zeker. Dus ja. Door, alsjeblieft. Dankjewel. Oké. Ga je naar school? Ben je intelligent? Ik ben intelligent, ja. Ik doe mijn eigen dingen. Okay. Kun je wat zij doet? Wat doe jij? Ik heb mijn eigen bedrijf. Jij? Wat heb je voor bedrijf? Ik werk in de porno. Jij? Ja. Is niet heel intelligent, denk ik. Wel intelligenter als jou. Ik maak meer geld waarschijnlijk. Ja, denk je dat? Weet ik wel zeker. Ja. Kom op, we gaan verder. Volgende, geen inhoud. Kom. Vertel, waarom ben jij gepop? Waarom ben jij... Oh. Yo, broer, even rustig, wat? Waarom heb jij gepop? Mag ik vragen wat je afkomst is? Mijn afkomst, Marokkaanse Suriname. Nee, sorry. Nee. Ja, wat ben jij? Ik ben ook half-half, maar gewoon wat überhaupt mokro's, Turken en zo, dat is niet mijn type. Wat ben jij? 21. Nee, wat ben jij? Ik, Marokkaanse Surinaams. Ook Marokkaanse Surinaams? Ja. Oké, is goed. Ja, toch? Het is toch een bingo, Bali? Nee, maar hij lijkt erg op een mokro, hoor. En je houdt niet van mokro's? Nee. Gezicht totaal mokro. Niet. Nee, ik is niet mijn type. De rest is anders. Maar nee, het komt. Maar is het niet erg, je moet niet op jouw chest nemen. Nee, ik neem niet op mijn chest. Dat is een chill guy. En die outfit ook, ik zeg jou eerlijk. Nee. Kom wel anders kleden. Hoe kom jij? Nou, ik zit gewoon in mijn trainingspak. Ik ga zo gewoon trainen. Ik ben gewoon snel gekomen.
Ja. Ja. Wat is er mis mee dan? Praat dan. Er is niks mis mee. Oké dan. Hij staat hier alleen maar een beetje door. Hij zit te kijken en zo. Hij staat hier alleen maar gewoon door. Hij is respect voor zichzelf. Duidelijk. Waarom heb jij gepopt? Ik ben het mee eens met haar. Je bent niet zo intelligent. Je kan niet eens een simpele vraag beantwoorden. Wat voor vraag is mijn beantwoord? Wat je type is. Het is best wel simpel. Je kan gewoon zeggen wat je type is. Je kan zeggen dat je hier komt voor de lol. Dat is niet de vraag. Voor de lol toch? Mijn type, dat is niet de vraag. Ik heb niet echt een type hier zo. Ja, dan maar antwoord je jij dat. Jij bent sowieso mijn type niet. Ja, nou, dan leg dat uit. Wat is je type? Nee. Ik ben je type niet, maar kan je dat uitleggen? Nee, dat kan ik niet uitleggen. Maar nee, oké. Okay. Nou, je hebt net uitgelegd dat ik niet je type ben. Oké. Ik doe even. Oké, broeder, even serieus. Ja. Skip die law, Tori. Wanneer je op straat loopt, is het een dame. Ja. Wat is je type? Wat zoek je in een vrouw? Wat ik in een vrouw zoek. Je wilt toch kinderen later? Ik kom hier niet voor. Nee, niet hier. Nee. Kijk, dit gaan we sowieso afpakken. Ik besef die pas waarom hij zo praat. Ja. Wat maakt haar niet je type in elk geval? Haar maakt mijn type. Haar broek. Dus haar, kleding is belangrijk haar, voor haar vest. Haar topje. Mm-hmm. Wat is mis ermee dan? Ze is mis ermee. Ze is veel te bloot. Oh. Bloot? Niet in mijn knieën. Ja, waarom? Het is veel te bloot. Ik zie jouw knieën, ja. Ja. Ik zie jouw schouders. Dat is de reden waarom ik niet met mokro's ga. Dit precies, wat hij zegt. Dus maar niet allemaal zijn zoon natuurlijk. Ik ben volgens mij jouw zelfde afkomst als jou, toch? Of niet? Maar ik ben half. Ja, ik ook toch. Nogmaals. Ja, Pipo. Wat Pipo? Dat zeg je net ook. Herhaal dat. Pipo. Ik ben niet geschrokken van jou, hè? Half Surinaam, half Marokkaan. Ja. Oké. Yes. Yes. Ja, ik kan echt niet beginnen met mij. Ik zeg je alvast. Nee. Hij begint niet met je. Heeft hij zin? Zegt tegen je. Ja, oké. Okay, heel goed. Oké. Stilte. Yes. Ja. Waarom ben je gepopt? Kom niet in mijn buurt, hè. Zeg tegen je. Je gaat niks doen. Rustig aan. Ja, blijf op jouw plek dan. Nee. Kom naar hier. Kom naar hier. Kom terug. Dan maar dat. Oké, waarom ben je gepopt? Ja, toen hij binnen kwam lopen, kon hij best wel zo langzamer binnenlopen. Zo slomer. Ja, ik val wat actiever, guys. Weet je, sportief, wat actiever. En hij zegt ook dat hij van lol houdt. Ik zoek wel echt een serieuze man, zeg maar. Ja, zoek een serieuze man. Mm-hmm. Mag dat? Of? Ja, dat mag zeker. Oh, natuurlijk. Okay. Ze gaat echt weg. Ze gaat trouwens filmen. Ze gaat echt weg. No. Ciao. Ik ben best wel lekker. Ik zweer, dit is nog nooit gebeurd. Mensen, jullie weten, ik heb alles onder controle, maar vandaag niet. Is zij wel je type, broeder? Ja, kan wel. Het is wel een beetje... Bloot. Het is wel een beetje, weet toch. Maakt niet uit, die blote dingen. Bij haar maakt het niet uit. Maakt niet uit, nee. Moet wel... Dus ik mag wel met blote bijten. Kijk, weet je wat het is? Jouw broek zit helemaal vol gaten. Dat is het probleem. Ja. Maar dat is toch niet... Haar broek zit niet vol gaten. Zij laat alleen haar buiken zien, toch? Okay. Zo sexy, toch? Oké. Je hebt gepopt. We houden hem daar. Oké. Waarom kijk je? Je kijkt echt naar daar. Wat is daar? Je moet... Keer je om. Die mensen willen je zien. Ik was een beetje... Ja, kijk... Op die broek en zo, toch? Ja. Keer je om. Oké. Waarom heb je gepopt? Toen ik binnenkwam lopen, vond ik hem op zich wel een schattig jongen. Tot hij zijn mond opendeed. Toen kwam er niet heel veel intelligentie uit. Zo. Jij wel, zeker. Wat bedoel je? Ik ben dan komt hij gekleed als Dora, man. Dat vind je dat. Wat was dit? Even serieus. Ik dit? Kan beter kleden dan jou, blijkbaar, hoor. Ja, zeker. Kijk je, denk kijk dat. Je kleren. Oké, kort. Roep haar weer. Ik heb een foto nodig. Terwijl hij dat doet, kom even naar hier. Helaas heb ik geen match voor je kunnen vinden. Wat vind jij ervan? Los van de lol, schoppen de lol even de lol uit. Ik vind het eigenlijk een manier. Dus wie is hier wel je type? Wie mij hier mijn type is? Dat Marokkaans meisje? Ja, welke Marokkaans? Nee, zeker niet. Zij is misschien wel mijn type. Romy dus? Romy. Zou je het willen proberen? Ja, ik zoek wel iets serieus vandaag. Misschien kunnen we wel een porno-video maken samen. Ja, wil je dat? Stuur maar even een DM straks. Stuur mij maar een DM, ja? Oké.
Is goed, next time dan. Komt goed. Hoe doet het? Oké, de volgende guy mag komen. Vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? Wat zoek jij in een vrouw? Ik ben Quinten. Ik ben 18 jaar. Ik zit nog op school. Buiten school werk ik geld ophalen voor goede doelen. Doe ik bij een jongerenuitzendbureau. Hartstikke leuk. Ik sport daarnaast. En ik zoek gewoon een dame, iemand die mij support. Wel gewoon lief is, waarmee ik leuke dingen kan doen. En wel met ambitie. Oké, een dame met ambitie. Oké. Nou, vertel. Ja, ik heb veel ballonnen over. Mm-hmm. Is het goed nieuws? Wat vind je ervan? Ja, ik vind dat wel fijn om te horen, ja. Oké, we gaan vragen waarom ze niet hebben gepopt. Ja, dat is goed. Vertel, waarom heb je niet gepopt? Ja, het is wel schattig. Ik zit alleen een beetje met zijn leeftijd, want ik ben bijna 26. Ik ben denk te oud voor jou, hè? Ik ben mentaal heel volwassen. Oké, nou, dan zal ik me nog even heel ouder en dan kijk ik even wat hij nog meer te zeggen heeft. Oké. Vertel, waarom heb jij niet gepopt? Ja, eigenlijk een beetje dezelfde reden. Ook wel heel schattig. Ja, ziet er op zich nog wel goed verzorgd uit. Ja. Dankjewel. Zij het type? Ja, op zich wel, ja. Oké. Ja. Vertel, is zij het type? Ja, ook. Oké. Ja, ik ben niet de moeilijkste. Oké. Vertel, waarom heb je niet gepopt? Ik vond zijn ketting heel leuk. En ik werk ook bij een jongerenuitzendbureau. Dus dat is wel iets in common. Ook de leeftijd. Oh, maar dat gun ik hun gewoon. Ik gun dat hun gewoon. Oké, dan gaan we even naar hier. Waarom pop je dan? Ik wou oppoppen omdat hij, ja, is wel een beetje jong voor mij, 18. Maar verder leek me wel aardig jong. Ik wou wel wat verder horen, maar ik ben wel een beetje jong. Ja, oké. Ja, ik vind dit echt allemaal hele toffe reacties, dus ik kan niet klagen. Wat vind je tof eraan? Waarom vind je het tof? Nou ja, ze zijn allemaal gewoon heel aardig tegen mij, gewoon heel open. Net achter zet heb ik wel dingen gehoord, dus ik dacht van... misschien ga ik een beetje gevuurd worden, maar valt echt wel mee. Dus, ja, dat is geen big deal, hè? Nee, daarom. Nee! Dan hebben we hier wat? Nou, dus de laatste ronde tussen haakjes, zeg maar. Dus de bedoeling is nu dat jullie wat, you know, diepgaande gesprekken kunnen voeren met elkaar. Mm-hmm. Nou, als je vragen voor haar hebt, mag je ze stellen. Ja. Is gelijk. Ja. Welke uitzendbureau werk je voor? People Marketing. Nou, wat doen ze daarmee eigenlijk? Ja, het is eigenlijk gewoon... gewoon over heel Nederland, bijna elke provincie wel meer dan 2 locaties. Mm. We krijgen goede doelen, krijgen we toegewezen. En dan, ja, dan gaan we gewoon langs de deuren, mensen een pitch geven, geld bepalen voor die goede doelen. Dat klinkt goed. Ja. Ja. Dus als iemand eigenlijk nog een bijbaantje heeft, dan mogen ze mij wel een DM sturen als ze nodig hebben. Kan ik altijd doen. Heeft een bijbaantje voor hem hier? Niemand? Nee, zeg maar, als ze nodig hebben. Als ze nodig hebben. Daar is hij nog iets te jong voor. Oké. Als ze een bijbaantje nodig hebben, dan kunnen ze mij een bericht sturen. Oké. Ja. Nou, als je vraag voor haar hebt, mag ik je stellen? Ja, wat doe je in het dagelijks leven? Nou, vaak ik werk heel veel en ik zie vrienden echt bijna elke dag. Dus ik vind het heel leuk om gewoon gezellig uit te gaan en mensen te zien. Mm-hmm. Ja. Ja. En zit je nog op school? Nee, tussenjaar. Tussenjaar, oké. Ja. Dus hierna ga je wel weer naar school? Ja, maar dat is wel even een gedachte voor een andere dag. Ja, geen idee. Ga je naar school? Ja, ik ga nog naar school. Welke school? Rijnijssel. Wat studeer je dan? Ik doe international marketing communicatiespecialist. Oké, dat is wel lijp. Nou. Ja. Lange zin. Ja, ik weet niet wat het betekent, maar... Het is niet zo lastig eigenlijk. Nee. Nou. Wat vind jij belangrijk bij een dame? Qua eigenschappen, wat ze doet in het dagelijks leven? Ja, als ze heel supportive is. Wel een beetje voor haarzelf zorgt. Maar het belangrijkste is wel gewoon dat je doelen in je leven hebt. Want anders ga je gewoon niet heel ver komen. Dus, ja. Oké, dat vind ik dit een heel goede vraag voor jullie. Waar zie je jezelf over 3 jaartjes? Ja, doe maar 2. 3 jaartjes? Zeker op een universiteit. Ik wil van HAVO af. Of HBO eerst afkrijgen. En dan zeker naar een ander land toe reizen. Jij? Ja, ik wil het liefst zo lang mogelijk doorgaan met school. Ik, naar school gaan zelf vind ik niet leuk, maar het leren zelf vind ik echt, dat is gewoon top. Ik vind het ook wel, reizen vind ik ook heel leuk. Op mijn opleiding moet ik ook Spaans leren, dus ik ben af en toe wel eens in Spanje te vinden. Ook voor stages buitenland. Dus eigenlijk denk ik dat ik nog op school zit. Curieus hoe reizen en hij reist ongeveer al. Is dat een match? Wow, we zijn warm. Oké, heb je nog vragen voor haar? Weet je genoeg? Geldt ook voor jou. Christelijk?
Ik ben christelijk, ja. Oké. Okay. Jij? Jou? Nee. Niet echt. Is dat iets... ja, ik kan gewoon niet geloven in een god. Ja, dat is voor mij wel, dat is voor mij wel een ding. Ja? Ja, dat, ben je heel gelovig? Ja, is dat iets heel belangrijks? Ik probeer wel zo diep mogelijk erin te gaan. Het liefst. Uiteindelijk ook wel, oké, je hoeft er niet direct te zijn. Maar als je ervoor open stond, dan was het wel anders geweest. Maar ja. Dan is het wel jammer, inderdaad. Dan niet. Ja, helaas, ja. Maar niet uit. Weet je, iedereen zijn eigen ding. Had daar ook over een match. Je had eigenlijk bij mij uit je printer achter moeten zetten. Ja. Ik zei het is match. Ja. 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 En ik denk niet ooit dat ik daarmee heel veel in mijn leven maar mee om kan gaan. Nee, dat is geen probleem, ja. Weet je. Iedereen zo zijn ding. Ja. En de rest trouwens? Wie? Ja, ik ben wel christelijk. Jij wel? Ja. Maar mijn werk is niet zo christelijk. Nee, dat had ik al gehoord. Weet je. Ja. Vind je dat... Wel gedoopt. Wacht, kijk, dat is al best bijzonder. Vind je het een probleem? Ja, als het precies is, dan... dan wel, maar ik denk niet dat het precies is zoals wat ik denk. Wat denk jij? Ja, om het heel, heel bol te zeggen, sta je achter een raam. Nou, wel of iets chiquer, high-class escort en een pornoactrice. Dus ik sta niet achter een raam, maar ik ga wel naar klanten toe. Oké, dat is wel weer iets meer zelfrespect. Maar niet voor €50. Ja. Oké. En dat is 750. Ja. Per uur. Per uur? Dure dame. Ja. Ja. Nee, je moet zeggen als je het een probleem vindt, hè? Ja, ik weet je, denk je dat je dit de rest van je leven wilt gaan doen? Nee, ik denk als op een gegeven moment moet die te gaan zakken, dan is het wel klaar. Hoor. Ja, dus je wil hem uitmelken? Ja, nog 5 jaartjes en dan klaar. Letterlijk. Het heeft ook een beetje een meer leeftijd dat hij met mij kan daten, zeg maar. Voor 5 jaar. Stel je voor, over 5 jaar zie je jezelf met haar. Gestopt met pensioen. Ergens in het buitenland ook. Ja, ik wil graag boerin worden hierna. Ik wil een eigen kattenboerderij en hondenboerderij. Oh, dat is wel leuk, want ik woon heel dicht in de buurt van een boerendorpje, zeg maar. Oh, ik ben zelf wel heel erg stadsopgevoed, maar ik zou dat die kant wel eens willen ontdekken eigenlijk. Oké. Dat is ook niet erg. Als ik het goed begrijp, heb je geen probleem met haar werk? Nee. En je hebt geen probleem met zijn leeftijd? Tenzij je vragen voor hem hebt, mag je ze natuurlijk stellen. Ja, ja, ik ben wel jong hoor. Ik ben bijna 10 jaar ouder. Ja. Bijna is het helemaal. Ja. Ja, ik denk dat het leeftijdsverschil uiteindelijk... We zitten allebei in een hele andere leeffase. Ik heb al mijn eigen huis, eigen carrière. Ik denk op lange termijn niet. Nee, zoiets denk ik ook wel. Ja, kijk, ik kan begrijpen bij haar. Je hebt de hele rozenkrans aan je nek. Jij bent helemaal dat niet. Daar heb ik geen match voor je gevonden, man, helaas. Is geen probleem. Ik vond het wel heel leuk hoe ze allemaal met me om zijn gegaan. Ja, toch? Wel waarderen. Ja, het is gewoon een knappe, lieve jongen, toch? Ja, het is alleen 5 jaar te jong. Bedankt voor jullie reacties. Ja, nee, bedankt, man. Misschien de volgende keer. Oké, ja, nee. Shit! Sorry, mijn anger issues. Mensen, ik denk we gaan hem hier afsluiten. Nogmaals, er is one person is missing. Ze horen hier te staan. Maar die is er niet. Ik weet niet waar ze is. Maar we gaan hem hier afsluiten. Laten we even kijken wat zij persoonlijk ervan vonden. Vertel, wat is je naam? Wat vond je van deze aflevering? Mijn naam is Romy Indy en ik vond het superleuk. Het waren leuke jongens. Alleen ja, ik ben al richting de 26, dus het was voornamelijk leeftijd vandaag voor mij. Anders had ik wel een leuke match gevonden, zeker. Weet je zeker? Ja, 100%. Ja. Duidelijk, bij jou? Nou, mijn naam is Haley. Ja, het was een leuke aflevering. Helaas zijn het niet zulke leuke jongens, maar wie weet de volgende keer. Wat was niet zo leuk aan hun? Ik ga hier niet te veel meer op in. Ik ben echt boos. Waarom? Ben je teruggesteld in mij? Ja, eigenlijk wel. Waarom? Je hebt niet eens gevraagd wat mijn type was op berichten en zo. Ik dacht, je gaat wel echt een jongen voor me regelen. Ik vroeg je nog vorige keer specifiek, ga je een match voor me vinden? En je hebt nog geen match voor mij gevonden. Waar is mijn match? Dit is het. Ik heb 5 guys voor jou gebracht om te matchen. Jij wilde ze niet. Jij was picky, niet ik. Of misschien moet je... Een beetje kieskeurig, hoor. Of misschien moet je zelf wat kieskeuriger worden. Ik? Ja.
Nou. Wat vond jij ervan? Ik vond het heel grappig. Was leuk om iedereen te ontmoeten. Volgende keer moet ik misschien een... ik ga nooit meer deze broek dragen. Je moet dragen wat je zelf wilt. Ja, maar niet als het gebroken is. Oké. Okay. Duidelijk. Wat vond jij ervan? Ik vond het wel een leuke aflevering, maar wel een beetje niet zo intelligente jongens. Ik vind die jongens dom? Sommigen die hier waren, ja. Vandaag. Het zat niet heel veel in hun hoofd. Heel jammer. Boys, jullie zijn dom, man. Nee, dat vindt zij niet. Ja, ja. Wat zei je? Vooral hij die daar net kwam. Wie is hij? Die daar net... Nee, niet hij. Die daar net om het hoekje kwam. Vergeet niet, als jij wil meedoen met de volgende aflevering, vergeet je niet aan te melden. Stuur me via mijn socials. Ik stuur een volgende video. Bauw!